super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En deze keer is het weer tijd voor een Slijg Shop With Me. En dat betekent dat ik weer naar een super grote slijgwinkel ga. En dat ik jullie gezellig mee ga nemen en alles voor jullie ga filmen. Nou, de vorige keer was ik in Nederland, maar deze keer gaan we weer over de grens. We gaan naar Duitsland, want we mogen weer naar Duitsland. Jongens, de grenzen zijn weer open. Ik ben al een keer eerder naar deze slijgwinkel geweest en toen stond er een super groot nep slijgpaard. Dus ik hoop heel erg dat dat nep paard er weer staat, want dat was gewoon echt super cool. En ik ga wel vaker naar die winkel. Het is een heel groot warenhuis met dus een super grote slijgafdeling. En eigenlijk is dat mijn favoriete slijgwinkel in Duitsland. Dus dat is wel echt heel leuk. En vandaag neem ik jullie dus mee naar die winkel. Dus doe een blauw duimpje omhoog als je heel erg veel zin hebt in deze video. En veel kijkplezier! Nou, ik ben er en hier staat al een heleboel slijg. Hier staan een heleboel paarden en... ja, hier staan dan wilde beesten en oh, hier staan trouwens ook nog wat paarden. Die had ik niet eens gezien. Hier staan wat, ja, wat ponies, de kleinere paarden. Hier staan echt een heleboel paarden. En ze staan ook echt allemaal heel netjes gesorteerd, ja, zeg maar op kleur en op ras. Dit zijn dan vooral die farmwild dingen. Dat heeft dan ja, met boerderijbeesten te maken, maar er zitten ook af en toe zitten daar ja, slijgpaarden tussen. Zoals hier heb je ja, met een paard, daar met een paard. En deze hebben jullie al in mijn vorige video gezien. Die vind ik ook heel leuk. Dat is dus ja, een pony met een veulentje. Dat is een hele leuke set. En ik wil altijd nog een keer deze horse agility set. Want die vind ik ook wel heel erg mooi. En oh ja, deze. Die heb ik trouwens ook nog nooit gezien. Die kost 20 euro. Maar wat krijg je er dan allemaal bij? Oké, deze set is 20 euro. En dan krijg je er een paard bij, een veulentje, een poppetje, een varkentje en... ja, ja, ik vind het best wel duur, denk ik. Ik vind het paard wel leuk trouwens, dat witte paard. Nou, dat is dus die western set, die liet ik net al zien. En een soort van rodeo set en horse agility. Met een Shetlandertje. Dat is een soort van, ja, dat obstakel. Ja, zo'n poort met sliertjes. Daar heb ik ooit een video over gemaakt, dat je die zelf ook kan maken. Dus dan hoef je dit ding van volgens mij 10 euro hoef je niet te kopen, maar kan je dat obstakel ook gewoon lekker zelf maken. Hier heb je nog een andere horse agility set, maar die heb ik de vorige keer al gekocht. Dat is met... ja, pionnetjes en dan kan je er een soort van hindernis van bouwen. Dat is op zich wel een leuke set. Nou, wat je hier hebt staan zijn dan ja, echt paardendingen. Horse Club. Dat herkennen jullie natuurlijk wel, dat is altijd paarse. En de vorige keer heb ik deze gekocht. En die was toen 15 euro, maar volgens mij was die toen zelfs nog goedkoper. Maar deze is afgeprijsd. En dit is wel een leuke aanbieding, want dan heb je dus ja, twee paarden, een veulen. Volgens mij heb je een hekje, ja, een hekwerk, veulentje en nog wat paardenvoer. Je moet het de hele tijd zo praten, dat is echt heel lastig. Ik doe het een beetje stiekem zo. Deze heb ik ook hier ooit gekocht. Het is een soort van dierenarts set met een IJslander. Het is trouwens helemaal geen mooi paard. Dus deze set zou ik niet kopen. Welke set ik nog meer heb is deze. Die heb ik toen in een video geunboxed. Dat is een western set. En dat paard wat erbij zit, dat vind ik wel echt ontzettend leuk. Het is een ja, gevlekt paard en een western poppetje. Hetzelfde geldt voor deze trouwens. Die heb ik toen ook in een video opengemaakt. Dat is met een... ja, zilverachtig paard, grijs paard, appelschimmel natuurlijk. Ook wel een leuke set hier. Oh, die heb ik ook heel lang geleden heb ik hier gekocht. Dat is wel een leuke paard. Wat staat hier? Oh ja, een soort van café. Die is volgens mij nog best wel duur. En veulentje. Oh ja, die zou ik ooit een keer kopen in de video, volgens mij. Volgens mij had ik ooit gezegd, als ik zoveel likes had, dan ging ik die kopen. En volgens mij heb ik toen echt dat aantal gehaald. Maar moet ik deze echt gaan kopen, jongens? Want ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi. Deze set is volgens mij nieuw. Hij is ook nog afgeprijsd, hij is 60 euro. En wat je er dan krijgt is, ja, die is een soort van staakcaravan. Maar je krijgt er ook een paard bij dat een exclusief paard is. Dat paard kon je alleen in Duitsland kopen, in een bepaalde winkel. Maar je krijgt hem nu ook, ja, zeg maar, bij deze set. En daarbij krijg je ook die... en die en nog een veulentje. Dus op zich is het wel ja, een leuke set en krijg je er veel bij. Alleen ja, 60 euro vind ik dan toch wel veel. Oh, hier heb je die woonwagen. Kijk, die kan je dus eigenlijk kopen. Maar dan kan je daar in een coole set. Dit vind ik nog steeds een hele leuke set. Ik vind het hele mooie paarden. Ik heb die paarden wel. En dat stalletje heb ik ook, maar niet zeg maar uit deze set. Ik heb dat allemaal los gekocht. Nou, dat paard en veulentje kan je niet loskopen in de winkel, maar wel op marktplaats natuurlijk. Wow, je krijgt hier echt super veel bij. Ja, dat paard is natuurlijk het leukste. Jammer dat je die niet los in de winkel kan kopen. Hier heb je een paardentrailer en een coolie jeep staan. Tam tam tam. Hier staat echt een mega doos. En deze doos ook. Die is zo groot. Er past echt wel 20 bunnies in. Nou, oké, bunny is veel dikker dan die doos. Maar het is echt een hele grote doos. Wat krijg je er allemaal bij? Oh, het is een soort van springparcours. Oh, volgens mij heb ik die trouwens. Ja, ik heb dat ding. Hoor je ook, was het alweer vergeten. Misschien wel leuk om daar een keer een video van te maken of zo. Van welke slijgaccessoires ik allemaal heb. Nou, hier zijn natuurlijk al die losse dingetjes die je kan kopen. Hoeveel kost die kruiwagen?
Want ik heb dat bij Otte Speelgoed gezien. Maar ik weet niet meer hoe duur die was. Piet dan. Oh joh. Ja, en nu? Oh, 4 euro. Nou, je was zo aan het schreeuwen. Ik hoef hem niet. Kijk het maar met je schreeuwapparaat. Dekentjes en dekjes. Maar ja, je kan natuurlijk beter mijn dekentjes kopen. Hè, jongens, want dit is natuurlijk... Dit is gewoon een lapje stof. Daar zit geen liefde in. Ik ben hier al een keertje geweest. En wat hier zeg maar nu is veranderd in de afgelopen keer is eigenlijk niet zo heel veel. Wel is dat paard wat hier stond. Want hier stond een heel groot paard. Dat is weg. Dat is zo jammer. Dat heeft echt jarenlang gestaan. Maar nu is het dus weg. Maar goed... Er staan wel veel, ja, er staan wel veel nieuwe dingen bij, maar niet veel aanbiedingen. En daar had ik een beetje op gehoopt. Tadaa! Kijk hoeveel slijg. En daar. Dat is wel echt leuk, jongens. Er staat echt heel veel. En dit is echt warm. Oh ja, volgens mij heb ik deze nog nooit in de video's laten zien. Maar deze wil ik ook zo graag. Gewoon omdat hij er zo leuk uitziet. Dit is dus een soort van boerderij met twee stallen erbij. Van Farm World. En dan krijg je de charrier bij. En die charrier die kan je niet loskopen in de, ja, zeg maar bij die paarden hier. Die kan je alleen in die set. En die ziet er zo cool uit. En je krijgt een soort van witte charrier bij. En drie eendjes. Kijk, dat vind ik eigenlijk nog wel het leukste van die hele set. Die drie eendjes. Wat is dat nou weer voor een klein mormeltje? Dat ding naast de kat. Wat is dat? Een rat of zo? Maar waar zit hij dan op de foto? En jongens, als jullie de rat kunnen spotten op de foto, laat het weten in de comments. Want ik zie hem zeg maar niet hier staan. En daar, ja, de echte manege van Slijg. Dat is echt een hele mooie manege. Maar die heb ik niet. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die dit kijken die die hebben. Nou, er staan echt super veel paarden. En zoals ik net al zei, er is een tijd geweest dat deze paarden echt allemaal heel lelijk stonden. Kijk, dan lagen ze allemaal net zoals dit paard. Helemaal door elkaar en oh, ja, hij past niet. Dan is het wel eventjes een pinto. Dan komt hij daar te staan. Maar ja, ze staan nu gelukkig allemaal wat netter op een rijtje. Kijk, zo zie je het wat dichterbij. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Allemaal hele mooie paarden. Maar de paarden in Duitsland zijn ook wel duurder geworden. Want meestal waren de paarden in Duitsland altijd wat goedkoper dan Nederland. Maar tegenwoordig is dat ook even duur, dus dat is wel jammer. Oh, dit is ons worstenbroodjespaard, jongens. Die ziet er zo raar uit. Kijk dit. Ah! Hij heeft een soort van ingezakte rug. En ja, nee, dit model heb ik ook nog nooit gekocht, want ik vind het er zo raar uitzien. Het is echt net een ingezakt worstje. Nou, wat hebben we hier nog meer? Deze die vind ik wel heel erg mooi. Het is een soort van dressuurpaard. Nou ja, een soort van. Het is gewoon een dressuurpaard. Deze vind ik ook heel erg mooi. Deze doe ik eigenlijk heel vaak in mijn manege, omdat hij echt hele mooie kleuren heeft. Nou, hier hebben we nog leuke paarden. Daar staan wat 2020 paarden, dus van de nieuwste collectie. En dan ga ik altijd nog een beetje zoeken, of dan zitten er nog paarden verstopt die je eigenlijk niet meer kan kopen in de winkel. Die dus eigenlijk uit de collectie zijn. Dus daarvoor moet je wel een beetje weten van oké, welke paarden zijn er nu in de collectie en welke paarden zijn er niet in de collectie. En volgens mij is deze... uit de collectie. Of gaat hij dit jaar uit de collectie? En dat zou betekenen dat je niet meer in de winkel kan kopen. Zal ik eens kijken hoe duur deze is? Dan gaat het apparaat natuurlijk weer hysterisch lopen gillen. Hallo? 9 euro. Nou, vriend. Jij mag blijven chillen bij je matties. Want ik ga jou niet kopen. En wat je hier hebt in Duitsland, dat heb je niet in Nederland. Zijn zakjes met beesten erin. Kijk, ze hebben dat nu nog alleen van wildlife. Dus met zeg maar wilde beesten. Maar dan heb je dus... Ja, eigenlijk zit er gewoon een leeuw en een, hoe heet zo'n ding, nijlpaard. En dat zit dan in een zakje, maar die heb je niet in Nederland volgens mij. Tenminste, ik heb ze nog nooit in Nederland gezien. Dat is best wel goedkoop hoor, 6 euro. En dan heb je, ja, dus twee slijgbeesten. Nou, hier hebben we dus slijg, slijg, slijg. Hier hebben we van die gekke beesten, ja, weet ik veel wat dat is. Bayala, dino's. Oeh, en wat hebben we hier nog meer? Zit hier nog meer? Nee, knuffelbeesten. Nou ja, dan is dit eigenlijk de... complete slijgcollectie om deze hele paal heen en hier nog staat best wel veel slijg. Oké, dat was veel slijg, hè? Dat was heel veel slijg. Dit keer heb ik daar dus niks gekocht, omdat er nu geen aanbiedingen waren. En meestal zijn daar echt hele goede aanbiedingen, maar nu waren die er niet. Ja, ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden en dat jullie thuis helemaal zijn omvergeblazen door de hoeveelheid slijg die je in deze video allemaal hebt gezien. Ja, dan wil ik jullie nu eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En als het zo was, doe dan een blauw duimpje omhoog. Doe dat mooie blauwe duimpje.
duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Er zit zo'n hele mooie rode knop. Druk op die rode knop. En ja, dan zie ik jullie heel erg graag weer terug in de volgende video. Doei doei!